De handtekening is gezet onder het nieuwe contract van Mohamed Amin Iatare. Tot 2022 PSV'er. 17 jaar pas en misschien nu wel al het mooiste moment in zijn leven. Een hele mooi moment voor mij. En met de mensen met wie ik het mag vieren. Mijn moeder, mijn vader. Mijn twee broers, Youssef en Nabil. Mijn lieve zus. Najwa, ja. Ik ben heel erg blij dat ik het met hen mag vieren hier. Ja, je noemt meteen de belangrijkste personen denk ik in je leven. Ja, die staan... Sinds ik in deze wereld kwam, staan ze voor me klaar. En die blijven me gewoon altijd steunen, ook in moeilijke tijden. En ik wil hen ook in mijn mooie momenten altijd meenemen. En daar geniet de hele familie van, zoals ze ook genoten toen hij afgelopen zaterdag voor het eerst in de basis stond van PSV 1. En zoals de familie ook genoot van zijn dribbles als spelertje bij PSV D3. Hetzelfde skills is er nog steeds. Ja, sorry, slechte paas. Nee, was net op stop gedrukt. Ja. Nee, is er veel veranderd in die jaren? Ja. Het, andere postuur nu. Sterker? Sterker, ja. Dat, voor de rest, nou. Met het linkerbeen is het, hè? Is nog sterker. De rechterbeen werkt nu ook mee. Ja? Ja. Een grote glimlach buiten het veld, geconcentreerd, maar zeker ook genietend daarbinnen. Als jeugdspeler en als speler van PSV 1. Hij doorliep de hele jeugdopleiding en scoorde altijd en overal. Zoals hier in de D1 thuis tegen Willem II. Maar hij deed het ook in PSV onder 19 tijdens de UEFA Youth League thuis tegen Tottenham Hotspur. Ook met dat sterke linkerbeen. En met een gelukje. Op 22 februari deed hij het voor het eerst in het betaalde voetbal met Jong PSV in zijn eerste wedstrijd voor dat team. Hij doorloopt natuurlijk alle jeugdelftallen. Dat is allemaal heel leuk en mooi. Speels. Maar als je eenmaal bij het eerst komt, is het anders. En het gaat ergens om. Dus dat is ook mooi. En dan is het heel erg mooi hoe je familie dan met je meeleeft. Hoe ze je overal proberen te helpen om fit te blijven. Ook met andere dingen zie je gewoon dat me enorm helpt. Je zegt twee hele leuke dingen. Het gaat speels als je hier binnenkomt. En als je bij de eerste bent, dan moet het. Ja. Dat speelt ze. Dat zit er toch nog steeds in, of niet? Ja, dat zit er wel in, ja. Dat moet ook, misschien? Ja, tuurlijk, dat moet. Maar als het serieus moet zijn, dan moet het serieus gaan. Ja. Toch lijk jij geen enkele druk te voelen en gewoon je ding te doen. Ja, ik voel druk. Ja. Ik heb gewoon altijd dezelfde mindset. Altijd volle bak gaan. Dus, ja. En dan maakt het niet uit of je aan de jeugdkant van de hertgang speelde. Of dat je hier in het Philipsstadion of op Woudestein of waar dan ook speelt. Nee, hier is het natuurlijk mooier. Hier heb je nog de fans mee. Dus dat is mooier. Ja. Maar wat ik bedoel is dat het er veel meer zijn. Ja. Er kijken veel meer mensen met je mee. Er komt nu veel meer op je af. Ja, klopt. Dat zeker. Hè. Hoe merk je dat? Hoe ga je daarmee om? Ik krijg het te horen. En je ziet het af en toe voorbij komen. Maar ja, het doet me vrij weinig. Hoe ik ermee omga. Ik doe vooral andere dingen. Ja, ik ben gewoon vooral met mijn ding bezig. Voetballen. Meer dan dat. Of is dat ook iets waar je familie je bij helpt? Ja, mijn familie houdt me daar zeker bij. Ja. Die komen niet met nieuws thuis van, hey, heb je dat gezien of dat? Nee. Die weten dat ik daar niet van houd, dus dan houdt ze me daar ook vanaf. Wat moet er nog beter voor jezelf? Rendement. Ja, dat is waar ik wel nu op aanmerk. Veel scoren. Dat is belangrijk zijn voor het team. Dus, dat. Het is heel snel gegaan de afgelopen weken. Wat wil je? Wat heb je voor jezelf ten doel gesteld? Natuurlijk gewoon hopen op speelminuten. Hard blijven trainen om meer speelminuten te maken. En ik hoop zo snel mogelijk een plek in de kleedkamer te kunnen krijgen. En natuurlijk het grootste doel is om kampioen te worden dit jaar. Mooie ambities van een zelfbewust talent. En natuurlijk moet hij het allemaal zelf doen. Maar dat kan niet zonder de steun van een sterke en hechte familie.